En ik hoop het nog even te doen. Ja, hoe lang weet ik niet. Dat heb je niet voor het zeggen. Maar zolang ik de spieren nog heb en de spierrit, want dat zijn twee dingen natuurlijk, ga ik nog even door. Ik kreeg een tip van iemand dat hier vice versa in Oudenbosch. Daar werd gespeeld in een officiële tafeltennisruimte. Ja, die precies dezelfde, haast identiek is aan Dokos. En dus, nou, daar kwam ik hier prima. En een stel hier, geweldig. Geweldig stel hier waar ik werd opgevangen. Frans, die doet hier altijd de deur open en dicht. En die heb ik altijd morgen een praatje mee. En voor ik weggaat ook. Dat is de man die dat hier leidt, zo'n beetje zomaar zeggen. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. En ik ben op het ogenblik nog steeds bezig. En ik hoop het nog even te doen. Ja, hoe lang weet ik niet. Dat heb je niet voor het zeggen. Maar zolang ik de spieren nog heb en de spierrit, want dat zijn twee dingen natuurlijk, ga ik nog even door. Piet is een verdedigende speler en een man die heel vast is, die heel veel effect aan het spel geeft. Dus het is eigenlijk een moeilijke tegenstander. Bovendien beweegt hij heel snel. Zijn reactievermogen, dat is onvoorstelbaar. Het is eigenlijk op die leeftijd niet te volgen dat iemand nog zo goed in het verdedigende spel is. Voor zijn leeftijd is hij nog heel behoorlijk. Hij kan dat balletje goed op tafel houden. Zo noemen we dat. Maar technisch is het van voor de oorlog, zeg maar. Hartstikke goed. Ik wou dat ik nog zo lenig was als die man. Echt. Ja, petje af voor die man. Maar er zijn meerdere hoor, die al een behoorlijke hoge leeftijd hebben. Dus. Maar hij is wel een voorbeeld voor anderen. Iedereen, ja. Ik zou zeggen van, kijk naar Piet en kom allemaal naar de tafeltennis.